kijkt naar Oetel TV op TV73. Hallo Oeteldonkers en welkom hier op TV73 en natuurlijk kijkt u naar Oetel TV. Vandaag gaan we weer een bezoek brengen aan de bouwhal waar ondertussen de open dagen plaatsvinden. Het is een beetje regenachtig, we hopen dat het binnen toch wat drukker is. Laten we snel naar binnen gaan, want voordat je weer bent ziek met carnaval. Alvast bedankt voor het kijken. Je kijkt naar Oetel TV op TV73. Op een dag komt het besef hoe kort het leven is. Jaren en vliegen enzovoort. Zorg er dus maar voor de dagen heel weinig mist. Vleug in het wit, stonden aan de hemelpoort. Wat lukt het niet altijd, is het niet altijd bal. Alle Oetels vieren carnaval. Profiteren mensen, leef als een prins. Waar valt er nog meer te wensen als het feest begint? Draag hier op het gele kleuren spul de hartelijkheid. Zing dan over liefde. Marcel, hoi. Je bent voor het landelijk bekend, hè? Ja, met zingen is het nooit gelukt, maar nou kom ik godverdomme overal op tv, hè? Ja, overal ben je nou, hè? Ja. Maar je had ook wel wat te vertellen. Ja, best wel waar, ja. Ja. Het is gewoon mooi, toch, om een beetje bezig te zijn. Het enige waar we nou op zoek zijn is een beetje de jeugd. Ja, maar de jeugd blijft een beetje achter. Dus Theo, wanneer komt de bouwen, jongen? Ja, maar ik ben niet zo heel erg jeugdig meer. Maar al 3 keer 11, maar jouw zoon wel, hè? Mijn zoon wel, ja. Die vindt het ook leuk. Die zit ook met de carnavalsclub mee. Die belast sousaphone en die is elke week geenthousiasmeerd en gemotiveerd om lekker muziek mee te maken. Trekken we mee naar de bouwhal, dus het is ook even keins verhaal. Dus ja, dat gaat wel goed. Ja, en hij vindt het gelukkig wel leuk en weet wat het is. Ik denk dat het van eigen wel gaat komen, dat er toch wel meer mensen komen. We zitten nog niet in nood of zo. Nee, nee, we zitten nog niet in nood, nou nog niet. Maar als er geen jeugd bij komt, kijk maar over de jaren 10, 15, misschien 20, ik hoop het niet, maar ja. Als er geen jeugd bij komt, dan is de bouw een heel eind afgelopen, denk ik. Ja, ja, dat is natuurlijk wel waar. We kunnen gewoon even een oproep doen. Nou, jeugd, kom eens even kijken. Bij alle clubjes hier in Oeteldonk, ze zoeken allemaal hulpers. Of helpers, of hoe moet ik het zeggen eigenlijk? Hulpers. Ik ben ook niet zo heel erg goed in. Niks uit, het is gewoon bos. Kom er gewoon bij en kom lekker meehelpen. Knutselen leren op school, in de kleuterklas al. Dus, kom er gezellig bij, dan gaat het goed komen. Nou, tot zover de reclame voor oproep voor nieuwe mensen. Hoe laten we naar jullie wagen gaan? Ja, wij willen erover weten. Eigenlijk alles. Eigenlijk alles, ja. Ja. We hebben dit jaar we hebben een ontwerpkies hier hangen. Ja, hij is dit jaar door een nieuwe ontwerper. Bart van der Kraan. Die heeft alles ontworpen, daar moeten wij van wennen. En ja, we hadden hem iets te laat binnen, maar we beginnen nou eigenlijk op te schieten. Dus het wordt wel iets. Iets te laat binnen? Als ik... Iets te laat binnen? Ja, we hadden iets te laten tekenen binnen, maar dat maakt niet uit verder. En ja, we hebben altijd wel hetzelfde groepje wat hier aan het werken is. En proberen ze zoveel mogelijk iets moois van te maken. En af en toe denken we, het schiet niet op. Maar het begint dan weer kleur te krijgen, dus ja, het wordt een leuke auto, toch wel. Ja. Hele mooie heldere kleuren zie ik. We gaan even om de wagen heen lopen. Ik heb bij iedereen zo gedaan, ik geef de microfoon in jouw hand. Zonder mij in beeld. Vertel iets wat we allemaal zien, wat je wil vertellen. Als er dingen geheim moeten blijven, dan blijft dat geheim. Zo zijn we. Maar vertelt iets moois over jouw wagen. De ontwerper is Bart van der Kraan. Hij is een nieuwe ontwerper voor ons, dus dat moet goed gekomen. Nou, we beginnen hiervoor met het eierennest van de ooievaar. En dan zie je bepaalde rood-wit-gele eieren komen. Je weet, zo worden de kindjes gebracht. De ooievaar. Het wordt rood-wit-geel, wat fleurig. Nou, hier zitten de kinderen, want het is echt van kinds af aan. Van kinds af aan, moet ik zeggen. En we proberen er best wel iets moois van te maken. Nou ja, wat wil je nog meer weten? We hebben hier een ei. Ja, daar komt ook weer een klein ooievaartje uit. Die het allemaal gaat vertellen. En ja, het komt vanuit het nest. Daar bovenop ligt een ooievaar. En ik zou zeggen, jongens, kom lekker kijken met de grote optocht. Dan kan ik er nog veel meer laten zien. Hier is de jonge ooievaar. Deze gaat open en dik straks. En ja, dan kan je zien van, ja, het is echt van kinds af aan. En laten we hopen dat het allemaal goed gaat komen. Ik denk wel. Eigenlijk meer kan ik er niet over vertellen. Nou, ik heb wel een paar vragen, Marcel. Want ik zie wel heel veel wit op dit moment nog, hè? Ja, dat klopt. We zijn ook gisteren pas begonnen met kleuren. Maar dan ben je sowieso niet alleen. Dan ben je wel ver. Ja, we hebben ook een goede schilder. Dus die is er nou mee bezig. En eind volgende week dan zijn we helemaal klaar met het schilderwerk. En dan hoeven we alleen nog maar het moeras eromheen te maken. En dan, ja, we zijn sowieso wel op tijd klaar. Dat gaan we lukken. En nog 22 dagen tot carnaval, dus 23 dagen tot de grote optocht. Ja, ik tel al drie weken in de avond eigenlijk. Hè. Maar de mensen kunnen alleen maar 's avonds komen helpen. Maar ja, we doen ons best. Gewoon hard doorwerken. Even de tandjes op elkaar, schouders aan knieën en weet ik hoe dat ik het allemaal moet noemen. Allemaal bij elkaar grapen en zorgen dat het gewoon afkomt. Dan gaan we goed komen. Dat denk ik ook wel. En nou nog even twee kleine vragen. Want jij bent ook wel een mens die overal een mening over heeft, denk ik, hè? En de mening, ja. En dan ga ik jou eens twee stellingen geven. Ja. En dan moet ik eigenlijk gewoon antwoorden wat in hoe opkomt. Oké. Okay. De prins voor of achter? Dat maakt mij niet zoveel uit. Midden. Ja, gooit er maar ergens tussenin. Knillen ze of lijmen brengen, verbranden of begraven? Gewoon begraven, de ouderwetse manier. Ja, gewoon lekker begraven. Optakelen, in zijn kiesje leggen, eindoefening. Ja, einde carnaval, eindoefening. Ja. Nou, bedankt voor jouw mening en jouw rondleiding van de Vrolijke Druiven. Ja, om jullie mooie wagen, zeker een hele mooie wagen. Overzichtelijke wagen, duidelijke wagen. Zeker met het thema op ingespeeld. Dus wat verwachten? Nou ja, mijn verwachting, ik ben er altijd heel nuchter onder. Ik verwacht gewoon een hoop plezier, een hoop lol. Dat de mensen hem leuker vinden, want dat doet het weer. Hè? Het doet echt weer het bosse volk wat er omheen komt en al wat komt kijken. En wij verwachten gewoon een gezellige optocht. Ja. Nou, namens ons in ieder geval veel succes en we zien elkaar terug in de optocht. Gaat helemaal goed komen. Theo, bedankt. Hè? En dan zet bier koud, hè? Altijd. Nee. Kippenvel van boven naar beneden en vul ik onze lieve Heer doet mee. Ik vraag goed lieve Heer, doe nou eens gek een keer en geef ze allemaal, ook door boven een rood-wit-gele sjaal. Ik vraag goed lieve Heer. kijkt naar Oetel TV op TV73. Er is hard gewerkt door de bouwers. Twee nieuwe verenigingen erbij, die ik vanaf deze plaats heel hartelijk welkom heet. Ja, er horen ook nog truckers uit, mooi hè. Ja, die andere ken ik niet zien, die staan ergens daar achterin. Maar het is mooi dat alle plekken weer zijn opgevuld. Een paar dingen wil ik even doen hier op het podium. En ik zou een paar mensen naar voren willen hebben. Ik ga ze even noemen. En ik kan dat beter met z'n allen tegelijk doen, maar anders dan staan we hier om 5:30 nog. Ik zou graag naar voren willen hebben, in willekeurige volgorde. De heer Chris van Deurzen, mevrouw Karin van den Heuvel, de heer Wil van den Besselaar, mevrouw Fia van Roosmalen en mevrouw Lies Peekwilde zou ik graag hier willen hebben. Dus als je het denkt, maak ze er even op attent dat er hier iemand op staat te wachten. Ik ga hier maar vast in de rij staan, je bent de eerste, dus... En dan komt nummertje 2 aan. Ja. Dag Chris. Goedendag. Mevrouw van Deuren, goedendag. Nou, dat weet ik ook niet. Ik ga lekker staan. Er is er eentje. Ja, Lies hebben we ook. En dan hebben we Via ook. Via gaat dat lukken. Op het gebakste, hè. Dan ben ik het lijntje. Het is niet zo dat ze omhoog springt, maar op het gemakske en daar is het. Dit zijn mensen die enorme verdiensten hebben. Ik heb een paar prachtige onderscheidingen die ik uit naam zijn de koninklijke hoogheid. Is Amadeo de 25e, gekend hem, die Costo, die Carnavallo, ridder van Rexham, herenmeester van Oeteldonk en de zelfs omliggende watervrije moerassen en zandwoestijnen enzovoort, enzovoort. En jullie kent hem, maar uit naam van hem, maar ook namens mijn eigen zelfers en namens al die Oeteldonks mag ik jullie onderscheiden. En ik ga gewoon beginnen, eens even kijken, laten we eens beginnen met een vrouwke, want dat heurt zo. Via, ik ga gewoon met jou beginnen. Via komt er eens bij, Oeteldonkers, Fia van Roosmalen, Roosmalen, heel goed. Je zult het Roosmalen even zeggen, of het Roosmalen komen. Nee, dat is niet erg. Ik mag jou Via onderscheiden met de, ja het is de pap met de rood-wit-gele paplepel en het gouden hart hangend aan het. Altijd heeft zij dus praalwagens meegemaakt. En ze heeft nog veel meer gedaan. En ze had een vent en die zat bij jeugdzaken, jarenlang. En nou doet het daar heel hard in de eentje, nou niet in de eentje, want ik heb heel veel gezelschap bij de not. Maar het is voor heel inzet dat ik jou mag overhandigen. Of overhandigen, ik kan niks overhandigen, ik mag opstellen. Het is, dat vind ik toch wel mooi, het is het, de rood-wit-gele wiek hangend aan het. Eigenlijk elk jaar, maar dat is als je bij de schutters van of bij de Heuvel en Heuvel zit, altijd de mooiste, bijzonderste wagens. En ook dit jaar ziet het er weer indrukwekkend uit. Jij bent daar heel belangrijk in, samen met die hele bouwgroep van jullie. Kees, als het goed is hebben we iets wat kan hangen, hè? Maar er is zo'n vaste groep van bouwers in die bouwhal die er bijna elke dag zijn. En dat is mooi om te zien. En dat is ook wat wij als Oeteldonk nodig hebben om die optocht op peil te houden. Daarom heb ik voor jou op een draagorde. Hij is op aan een grote rood-wit-geel lint. Het is niet met de 33 Kees. Kees heeft zijn administratie perfect voor elkaar dit jaar. Maar wel de gouden bouwer voor Wil van den Besselaar. En dan hebben we er nog eentje. Ja, komt er eens even bij. Gaan we eens even kijken wat we daar allemaal over hebben geschreven. Even kijken, Chris. En jij bent ook begonnen bij de Rare Schutters. Ook heel lang gebouwd. Eigenlijk hetzelfde verhaal als bij Karin. Alleen jij zit nog niet zo heel lang bij Veulens, toch wel? Een kleine 20 jaar. Een kleine 20 jaar, dat is nog niet zo heel lang, hè? Nee. Maar het is ook voor mij wederom een grote eer dat ik ook jou mag onderscheiden met de gouden bouwer en de 33 jaar dat je bedankt bent, dat weet ik. Oeteldonkers, mag ik in uw warm applaus voor deze 5 grondheden. Je kijkt naar Oetel TV op TV73. En denk jij op wel eens naar de boel? Want wat nou is de boel, maar de boel? Op de dansen en de chansen, ach, je weet wat ik bedoel. Ook al denk je aan iets alweer, wat kan ik in mijn eentje nou heen? Hans, we kennen jou vooral van het levenslied, duo Fate, Hans Snoe. Ja, ik vind dit hartstikke leuk om te doen en leuk dat ik hier een bijdrage aan heb kunnen leveren. Ja, nou, maar dan moest ik van jou zeggen, want dan moesten we wel even bekendmaken. Je wilt nou meer Oeteldonkse nummers gewoon? Ja, dat is wel de bedoeling. Misschien hebben we volgend jaar, dan willen we toch eigenlijk ook wel een carnavalsnummer uit gaan brengen. Ik vind, nogmaals, ik vind het een en al gezelligheid. Ja, en Hans Snoek die houdt nou helemaal van gezelligheid. Daarom, ik was blij dat ik hiervoor gevraagd werd. Ik vind het hartstikke leuk. Wat ik echt bij jou vind passen eigenlijk, hè, voor volgend jaar. Mocht er nou een club kijken en die zoeken voor volgend jaar weer een kwek te zijn, iemand wilde daar aan meedoen. Tuurlijk doen we daar aan mee. Als ik gevraagd word, dan doe ik daar gewoon aan mee. En nou met carnaval zo, hè, nog een beetje druk? Of, Ja, best wel wat leuke dingen bieden nog aan. Ja, er komen best wel wat leuke dingen aan. En eigenlijk is dat toch helemaal niet erg dat je een paar Nederlandse nummers zingt met carnaval? Nee, toch helemaal niet. En dat gaan we ook doen. Dat gaan we zeker doen, Theo. Nou, wij wensen jou heel veel succes. Ik zie jou vanavond. Wij weten de kijkers niet, maar ik zie jou vanavond. Dan wordt weer een feestje, Theo. En dan maken we er weer een feestje van. Zeker. Ja, heel veel succes, jongen. Hey, bedankt, jongen. Ja, dames en heren, beste Oeteldonkers, bedankt weer voor het kijken naar een nieuwe aflevering van Oetel TV. Live vanuit de Bouwhal, de open dagen, zeker niet te vergeten. Nog een kleine 2 weekjes en dan kunnen de wagens in het echt bewonderen die door de Oeteldonkse straten gaan. Maar er gaan ook als club zijnde iets voor ons, wat je gerne wil dat wij erbij zijn. Stuur even een e-mailtje naar theo@tv73.tv en misschien zien we elkaar dan terug in, ja, in Oeteldonk. Bedankt voor het kijken, Oeteldonk. Houdoe. Oeteldonk, juweel van heel deze zaak. Ons dierbaar Oeteldonk. Je kijkt naar Oetel TV op TV73.